Een dirigent neemt de persoon met het stokje weg en alles wordt chaos. Maar hoe komt dat toch? Wat doet een dirigent? De dirigent heeft als functie om de muzikanten en de instrumenten van een orkest met elkaar te verbinden. Een symfonieorkest bestaat uit 4 groepen. Je hebt de strijkers, de houtblazers, de koperblazers en de percussie. En dan nog de harp en de piano. En het is de functie van de dirigent om al die instrumenten met elkaar te verbinden en om ze ook op elkaar af te stemmen qua volume, qua dynamiek. Want als je dat niet doet, dan krijg je zoiets. En dat wil je niet. Een dirigent heeft een muzikale verantwoordelijkheid, maar ook een psychologische. Want hij moet ervoor zorgen dat 80 muzikanten of zelfs meer muzikanten goed groepsgevoel hebben. En dat gebeurt tijdens de repetities van het concert. Daar moet de dirigent ervoor zorgen dat alle neuzen in dezelfde richting staan, in de richting van de dirigent. En dat iedereen met dezelfde interpretatie, met dezelfde emoties aan het concert begint. Natuurlijk heb je een dirigent nodig. Het hangt er wel van af welke muziek je speelt. Bijvoorbeeld kamermuziek. Dat is muziek voor niet zo heel veel muzikanten. Daar kan je echt naar elkaar kijken en kan je met elkaar communiceren. Dus je hebt geen dirigent nodig om aanwijzingen te geven. Maar hoe groter het orkest, hoe meer muzikanten op een podium en ja, hoe moeilijker het is om elkaar te begrijpen. Rechts achteraan zitten de horens, links vooraan zitten de strijkers en daar zit toch wel een 6-7 meter tussen. Dus het is onmogelijk om elkaars nuances te horen. En daarvoor is er een dirigent nodig om al die muzikanten van het orkest met elkaar te verbinden. Dan moeten we teruggaan naar de vroege middeleeuwen, want toen al werden de handen gebruikt om met elkaar te communiceren. De zogenaamde chironomie, dat waren handgebaren die melodische lijnen moesten aanduiden tijdens de vrije gezangen. En de man die die handgebaren deed, die hield ook een stok vast, zodat iedereen wist dat hij degene was die de leiding had over die muziek. Het is ook geëvolueerd naar een grotere stok waarmee je echt de maat zou slaan in de tijd van Jean-Baptiste Lully, dat is de 17e eeuw, Frankrijk, Versailles. En Jean-Baptiste Lully die was met zoveel overtuiging zijn Te Deum aan het dirigeren dat hij met een stok door zijn voet sloeg. Van de 17e eeuw gaan we naar de 18e eeuw, dat is de eeuw van Wolfgang Amadeus Mozart. Toen werd er ook al gedirigeerd, niet met een stokje, maar wel bijvoorbeeld met een opgerolde partituur. En Mozart zat dan aan zijn klavecimbal te spelen en tegelijkertijd was hij de maat aan het slaan. Of een violist sloeg de maat met zijn strijkstok. Rond 1800 krijg je dan de romantiek. Muziek wordt een heel persoonlijke boodschap, een heel menselijke boodschap met grote emoties. Denk aan Ludwig van Beethoven. De muziek wordt complexer, je hebt meer muzikanten op het podium nodig. Dus er was één man nodig die zich alleen maar met de uitvoeringen, met de coördinatie ging bezighouden. Los van zijn instrument. En zo zijn eigenlijk de eerste dirigenten ontstaan die los van het spelen aan de piano het concert op zich namen. Bijvoorbeeld Ludwig van Beethoven was zo iemand, Louis Spohr begon ook te dirigeren. Felix Mendelssohn en later ook in de 19e eeuw Gustav Mahler is natuurlijk een componist van prachtige muziek, maar hij was ook vooral in die tijd bekend als een heel goed dirigent. Het stokje. Een van de eerste componisten-dirigenten, zo niet de eerste componist die het stokje gebruikte, was Louis Spohr. Hij beweert zelf dat hij het stokje heeft geïntroduceerd in Engeland in 1820 tijdens de uitvoering van zijn tweede symfonie. En ook Felix Mendelssohn is een van de eerste die het houten stokje gebruikte. Ook Richard Wagner trouwens, die had een houten stokje van zwaar ebbenhout. Met aan de beide kanten afgewerkt met ivoor. Moet iets heel speciaals geweest zijn. Het wordt nog gemaakt uit hout, maar toch vooral de laatste tijd uit glasvezel en carbon. Lichte materialen, zodat je er heel sierlijk mee kunt bewegen. Je hebt ook lange en korte dirigeerstokjes. Een lang dirigeerstokje was bijvoorbeeld bij Toscanini. Maar je kunt ook met een heel kleine dirigeerstok dirigeren. Eigenlijk een tandenstoker. Het is gewoon een tandenstoker. Zoals Valery Gergiev.
Sommige dirigenten kiezen ervoor om gewoon zonder stokje te dirigeren, zoals de Canadese dirigente Barbara Hannigan. Elke hand heeft een functie en we beginnen met de rechterhand. Want dat is de hand van het verstand, de hand van de controle. Want met je rechterhand moet je aan de muzikanten de maat tonen. Dat kan je doen gewoon met je hand, zonder stok. Maar als je dat met stokje doet, dan worden die bewegingen veel duidelijker. Ook vooral voor de muzikanten die helemaal achteraan zitten op het podium. De eerste tel van de maat wordt altijd getoond door de dirigent met een neerwaartse beweging. Nu, een mooi verhaal van Esa-Pekka Salonen, ook een dirigent, die had moeite om met heel het orkest op hetzelfde moment in te vallen. Dus hij nam een appel en toen lukte het wel. Want we hebben allemaal een soort van natuurlijk aanvoelen wanneer de appel zal stoppen met vallen. Dat is nu. En dat kan je eigenlijk ook een beetje vergelijken met die eerste tel van het dirigeerstokje. Je kunt samen invallen omdat je een soort van gevoel hebt wanneer die slag zal stoppen. De laatste tel van de maat zal altijd een beweging naar boven zijn. En het maakt niet uit in welk soort van maat je zit. Die regels worden altijd toegepast. Bijvoorbeeld in de maat van 2. Als je 2 tellen hebt, is het 1, 2. Als je 3 tellen hebt, 1, 2, 3. Zelfs als je 6 tellen hebt, dan zal de laatste tel, dus tel nummer 6, eindigen bovenaan. Dat is dan zo. 1, 2, 3. 4, 5, 6, dat is dan 1. En je kunt ook met je rechterhand variëren. Bijvoorbeeld als je heel hoekig dirigeert en de maat toont. Zo. Dan verwacht je ook van je orkest dat ze hoekig spelen, zoals bij een mars. Als je heel vloeiend dirigeert met je rechterhand, zo. Ja, dan verwacht je ook een vloeiende beweging in de muziek, zoals bij een wals. Dan hebben we nog de linkerhand. Als je rechterhand de hand is van de reden, dan is je linkerhand de hand van de emoties. Bijvoorbeeld, als je zo doet, dan verwacht je ook dat de muziek breed gaat. Als je dan je hand in de lucht zal brengen, verwacht je dat de muziek ook luider zal spelen, alsof het over een berg moet spelen, of ook omgekeerd. Als je zo doet, houd het een beetje rustig, ingetogen. Je kunt het ook gebruiken om instrumentengroep wakker te maken, omdat ze bijna moeten invallen. Maar naast de handen heb je nog iets anders als dirigent. Je blik. Want gelaatsuitdrukkingen en je lichaamstaal kan soms zoveel meer vertellen dan die bewegingen van je twee handen. De ene dirigeert vol overgave en enthousiasme, zoals Leonard Bernstein. Of de andere sluit continu zijn ogen en maakt van zijn dirigeren een heel sierlijk, esthetisch handgebaar, zoals Herbert van Karajan. Er bestaan evenveel manieren van dirigeren als het aantal dirigenten op onze aardbol. En dat zijn er, geloof me, heel erg veel. Dirigeren is een taal, zo simpel is het, met basisregels. En iedereen vult die taal persoonlijk in. Natuurlijk, en dat is maar goed ook, want elke dirigent heeft een persoonlijkheid. Een dirigent wil zijn verhaal vertellen, samen met de muzikanten van het orkest. Bijvoorbeeld de 5e symfonie van Ludwig van Beethoven. Dat is zo'n werk waar je meteen je stempel op kunt drukken als dirigent met die eerste 8 noten. Wilhelm Furtwängler bijvoorbeeld, een dirigent in de eerste helft van de 20e eeuw, die geeft die eerste 8 noten alle tijd. Hij laat ze heel lang doorklinken. Maar het kan ook veel korter, veel meer ad rem. Alsof je de eerste maten van die 5e symfonie beschouwt als 1 groep van 8 noten. In plaats van 2 groepjes van 4. Het is een klein verschil, maar toch. Een dirigent is het brandpunt van elke muzikant op het podium. Hij of zij moet ervoor zorgen dat iedereen is voorbereid, zowel muzikaal als psychologisch. En dat iedereen voor het concert scherp staat met dezelfde interpretatie. Je hebt daar een dirigeerstokje voor nodig, maar eigenlijk niet, want wat je echt nodig hebt om te dirigeren is uitstraling,
geloofwaardigheid en een heel goede dosis lef.